Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, Danny Schilderwerken, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Ja, Menno Heerkens, 2-0 zegen. Je staat hier denk ik met een heerlijk gevoel. Maar het was gewoon eigenlijk een wedstrijd die je sinds tijd niet meer hebt gespeeld. Ja, ik denk, je bedoelt denk ik dat we eindelijk weer een keer eigenlijk de volledige wedstrijd wel controle hadden, denk ik. Ja. Sowieso, ik denk de eerste helft was echt wel best wel een hoge kwaliteit van ons. Ook aan de bal en ook qua kansen uitspelen. De tweede helft was het iets minder qua veldspel misschien en qua echte kansen creëren. Maar ze stonden verdedigend alsnog heel goed. En denk ik alsnog dat ze niet heel veel bij onze goal zijn geweest. Dus dat, complimenten vandaag. Zij zeggen ook zelf van zichzelf, we zijn gewoon een counterploeg. Nou, dat lieten we vandaag dan ook wel zien, alhoewel die counter kwam er niet uit. Het was breien voor jullie, het was zoeken. Maar dat deden jullie denk ik heel geduldig. Ja, we wisten de vorige keer toen stonden ze ook best wel heel gegroepeerd. Heel dicht bij elkaar. En als je dan, ik denk als we te snel te veel risico gaan nemen, dan kunnen ze gaan counteren inderdaad. En dan loop je, dan ga je te veel meters maken. En nu hou je het echt goed, ze ook zelf goed bij elkaar. En dan blijf je wat rustiger aan de bal. We hadden wel van een wereldgoal van Joost nodig, maar daarna liep het lekker. Ja, dat was denk ik ook kenmerkend, hè? Want jullie zochten, jullie elke keer die combinatie zoeken, dan liep je elke keer stuk. Ja, en dan is het gewoon eigenlijk wachten op dat ene momentje dat je die mogelijkheid krijgt om maar van afstand te proberen. Ja, af en toe dan moet je dat ook gewoon proberen, want als de tegenstander die staat echt best wel ver op eigen helft. En om dan echt in de 16 helemaal er doorheen te combineren, soms lukt het wel, zoals bij de tweede goal. Maar af en toe moet je het ook een keer vanuit de tweede lijn proberen, en dat lukte nu lekker. Ja, die tweede was een mooie voetballende goal, hè? Ja, super doorgedekt hier aan de linkerkant van Giorgio. En toen hadden we eindelijk wat ruimte dat hun wat mensen voor de bal waren. Tom die kreeg de bal, gaf hem lekker mee aan Rafael. En dan vind hij wel een patent op zulke goals volgens mij, dat hij hem echt voor de goal lekker intikt. Ja. Dan de tweede helft. Je zegt al een beetje van, heb je wel de controle, geef je niks weg. Maar creëer je ook nauwelijks meer iets, hè? Nee, dat klopt. Ja, zij stonden iets verder naar voren. En dan moeten we denk ik iets meer energie blijven geven in het blijven bewegen en aan de bal willen komen. En dat je dan echt ook dieptes nog erachter kan krijgen. En ik denk dat je dan misschien nog wat verder had kunnen uitlopen. Maar wat ik zeg, we probeerden wel echt wel aan de bal wel controle te houden. En achterin stond het gewoon goed. Dus dat is top. Ja, vorige week kon er op tijd gewisseld worden. Dat kon eigenlijk vandaag weer. Hè? Waardoor dus een Ravel en Kjeld ook voortijdig naar de kant gehaald konden worden. Ja, Kjeld die heeft natuurlijk een beetje wat probleempjes de laatste periode. Dus dat, Een beetje zacht uitgedrukt, hè? Ja, dat is wat pech met zijn schouder. Maar volgens mij gaat het gewoon goed, hoor. Volgens mij had hij ook gewoon doorgekund. Maar volgende week is gewoon een belangrijke pot voor ons. En dan is het best wel een luxe als je dan Louis erin kan brengen en dan Kjeld kan rust kan geven. Ja. Kunnen we stellen dat je de kater van Bikwik toch wel weer helemaal hebt weggespoeld nu met deze wedstrijden? Dat is toch. Ja, je wil dat niet. Zo'n uitslag wil je natuurlijk niet. Ik hoop dat het ons dit seizoen één keer gebeurd is en dat we ervan hebben geleerd dat het niet, dat niet kan. De laatste twee wedstrijden, TAC was gewoon ook wel een beetje een aparte, maar wel een goede wedstrijd. En dit was ook gewoon prima van ons. Dus hopelijk is de weg omhoog nu weer ingezet. En zelf helemaal fit? Ik heb ook natuurlijk dit seizoen af en toe wat probleempjes met spieren. Maar de laatste week gaat het weer lekker. Dus hopen dat het zo blijft. TOGB heeft natuurlijk een weekendje rust gehad. Voordeel voor hun? Of zeg je van, er zit gewoon nu een complete week tussen. Het is zelfs paas maandag. Ja, daarom. En volgens mij spelen zij op zaterdag eerst nog zelfs. En wij niet. Dus zij spelen zaterdag maandag en wij alleen maandag. Dus wij moeten gewoon daar goed naartoe werken. Misschien het qua kansen creëren nog iets meer ontwikkelen. En voor de rest, gewoon als we gas blijven geven, dan zie ik ons daar ook wel een kans hebben.